Oh, nee, 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 hij gaat aanvallen. Wat? Wat? Hij is helemaal gek geworden. Yo, Nintendo fans. Super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En vandaag gaan we proberen het Catfish Mall op te lossen. De vijfde dungeon in The Legend of Zelda Link's Awakening voor Nintendo Switch. Let's get it. Is er iets met deze statues? Nee, er is niks met deze statues. Het mag trouwens duidelijk zijn dat we hier in deze dungeon eindelijk de haak krijgen die we nodig hebben. Want je kan al hierboven zien dat we die haak nodig hebben om dus naar dat kistje te komen. Let's frigging go! Even alle enemies beaten hier zo, want dan gaan de deurtjes open. Bap, 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 bap. En, nee, laat me je bappen, vriend. Bap! Let's get this. Ja, dat is mijn nieuwe favoriete Nederlands-Engels-Duitse uitspraak, jongens. Wat vinden we hier? We vinden het kompas. Maar we hebben ook een sleutel nodig. Die zullen we hier ook wel vinden, denk ik. Oh nee, die zullen we waarschijnlijk hier beneden vinden. Wat doen deze hondjes nou chill, jongen? Hondje... Auw! Screw you! Waarschijnlijk moeten we alleen die hondjes beaten om inderdaad dit deurtje weer open te krijgen. Laten we naar beneden gaan. Let's get naar beneden. Wat is naar beneden in Duits? Mijn Duits is best slecht, jongens. Ik ken geen goed Duits. Auw! Ik ken niet meer goed Duits. Ik ken alleen Frans-Duits. Frans-Duits kent mij alleen niet. Het is trouwens best moeilijk, deze jump. Laten we even proberen om deze jump goed te doen, jongens. Kijk, hoppa, en dan zo. Yeah, hè, hè. Lekker, Rick. Mocht even duren, maar dan heb je ook wat. Hoppakee, doei. Bap, 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 bap. Bap, 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 bap. Ik hoorde net een geluidje, dat betekent dat, auw, dat er een schat is in deze kamer. Heeft waarschijnlijk te maken met deze blokjes. Ik denk dat we die in een vierkantje moeten duwen. Ik denk dat deze naar rechts moet en dan dat deze naar links moet. Dat is mijn vermoeden. En mijn vermoeden klopt. Kijk maar, daar is ons eerste sleuteltje in deze dungeon in de Catfish Mall. Oké, wat krijgen we hier? Kan hier niks mee. Je bom opleggen of zo? Gebeurt er iets? Nee, er gebeurt helemaal niks. Ik denk dat we hier terug moeten komen. We hebben in ieder geval een sleuteltje gekregen voor die eerste deur die we door moeten. Laten we daar even naar terug gaan nu. Die kamer met de vier blauwe plateautjes, die moeten we even gaan onthouden. En ondertussen kunnen we dus hier naar binnen, want we hebben het sleuteltje gekregen. Bap, bap, bap. Oh, oh, chill. Rustig. Ik wist niet dat je boos werd, skelethoofd. Gaan we nu naar boven of gaan we nu naar links? Laten we even op de map kijken. Laten we naar links gaan, want links had een schatje die... Oh, die iets dichterbij was. Man. Oké, enemies verslaan, denk ik. Hondjes slopen. Hoppa. Deurtjes zijn open. En there we go. Nou, moet hier een schat zijn? Was dat deze kamer? Ik hoorde geen geluidje namelijk, maar maakt niet uit. Ik ga gewoon al deze gasten even bieten. Later! Bam! Ja, kijk, daar hebben we weer een kistje. En wat zit er in dit kistje dan? Daar zit de stone beak in, waarmee we dus kunnen praten met de uiltjes. Auw, in deze dungeon. Ik gebruik die niet heel vaak. Meestal kom ik wel redelijk uit de dungeons en heb ik dat niet echt nodig. Gaan nu in ieder geval even hier naar boven. Kunnen we pijltjes pakken? Oh, pijltjes! Ik ben helemaal vergeten mijn pijl en boog te kopen. Heb ik die nodig in deze dungeon? Het zou zomaar kunnen dat ik die nodig heb. Of is de pijl en boog een optioneel item? Nou, we gaan deze dungeon gewoon uitproberen te spelen zonder pijl en boog. Hier hebben we wel de haak voor nodig, zo te zien. En hier hebben we ook een haak voor nodig. Ja, hier kunnen we nog niet verder. Nou hoop ik toch echt dat we die pijl en boog niet nodig hebben. Anders moet ik weer helemaal terug naar Maple Village om de pijl en boog te halen. Hebben we de pijl en boog nodig? If you can destroy a skeleton with your sword, try using a bomb. Ja, maar we verslaan gewoon die gasten, man. We hebben geen enkele moeite met die skeletons. Oké, hier staat dus één zo'n plateautje. Zo'n... Oh. Oh! Jij bedoelde waarschijnlijk deze skeleton. Dus hij heeft een bom nodig op zijn bakkes. Hoppa. Waarom kan ik jou... Moet ik dan nog een bom erop gooien of zo? Heb je twee bommen nodig? Heb je nu nog... Oh, nee. Sla hem dan. Sla hem! Hoppa! Moet ik dan nu nog een bom erop gooien? Is dat het ding? Ja, kijk, zo raken we hem. Oké, top. Kan ik hem ook gewoon zo raken als hij mij probeert te slaan? Ja, dan moet ik ietsje dichterbij zien te komen nog. Pak hem. Ja, kijk zo. Lekker. Lekker. Driemaal scheepsrecht. Derde bom. Klaar. Bam. Oh, maar hij is nog niet dood. I can't beat you. I'm out of here. Hij is er vandoor. Dus we moeten hem nog een keer gaan verslaan, denk ik, of niet? En ik denk dat deze dus daarmee te maken hebben. Kijk, want hier staat er 1. Dus dit was kamer 1. Dus waar we net waren, was waarschijnlijk kamer 4. Dus dan heb je waarschijnlijk ook nog kamer 2 en kamer 3. Waar we dan nog een keer moeten gaan verslaan. Volgens mij gaan we deze gast nog veel vaker tegenkomen. I've got what's inside this box. Come and get it if you can. Master. Het is die master skeleton, denk ik. Ik denk dat dat dan de master moet zijn. Dat skelet. We gaan nu. Auw, hier toe. Ik ben weer te gierig. Ik wilde weer te snel. En ik wilde nog een keer te snel. Lekker bezig, Rick. Auw. Oké, ik moet nu wel echt even uit gaan kijken.
Ik word nu nog 300 keer geraakt achter elkaar. Dit is geen geheime kamer, denk ik. Dus we kunnen gewoon hier naartoe. En dan hier naartoe. Kunnen we deze allemaal slopen? Ligt hieronder nog wat? Kunnen we hier diepzee 1 duiken? Kunnen we hier iets vinden? Kijk. Nog meer Nintendo characters, jongens. Kijk ze dan. Laten we even hier kijken of als we deze slopen of er dan nog wat gebeurt. Pak die Goomba. Auw. Ik ben te ongeduldig vandaag. Ik word door alles geraakt. Alright. Hier naar boven. En hier hebben we weer die frigging haak voor nodig. Dus we moeten weer terug. Dit moeten we ook even onthouden. Dat we ook hier naartoe gaan voor die haak. Nou, niet voor de haak, maar als we de haak hebben. Ik wil die haak nu eigenlijk wel heel graag hebben. Het duurt mij een klein beetje te lang. Kunnen we hier wat doen? Niet echt, hè? Tenzij hier een switch onder zit. Auw. Vergeten dat dat deze kamer was. Oké, nu kunnen we wel hier naar boven toe. Snel, Link! Oh, man. Oké, met die switch gaat die kamer rechts open. Oké, dit ziet er interessant uit. Dit ziet eruit alsof we hier daadwerkelijk wat aan hebben aan deze kamer. Let's pak dat! Pak het, lekker. Oké, daar hebben we ook weer haakje voor nodig. We kunnen wel strakjes daar naar rechts, maar ik ga eerst even hier naar boven. Hoeveel haken hebben we nodig, joh? Oh, Blooper, kom eens. Ik wil je even kapot maken. Mag dat? Kan ik hier een bom neerleggen? Misschien kan ik je dan kapot maken. Sloop hem. Nee. Oh, kijk. Oh, dit moet gewoon zo. Ik dacht even dat we er niet bij konden komen, maar we konden gewoon het blokje omver duwen. Hier naar boven. Kijk, zie je? Dit is kamer 3. Dus dan moeten we straks nog naar kamer 2. Ligt hier. Ik maak mijn zin ineens af voor jullie. Ik ben gelijk enthousiast. Ligt hier. De freaking haak. Waar we al zo lang naar op zoek zijn. Is dit de haak? Nee. Het is de map. Met elk kistje dat we openmaken waar de haak niet in zit, komt het kistje waar de haak wel in zit steeds dichterbij. Denk daar maar eens over na. Dat is de positieve insteek. Oké, let's go. We gaan nu hier naar rechts. Volgens mij is dit de enige plek waar we nog naartoe kunnen nu. Kunnen we hier dit dan uit de weg duwen of zo? Wacht even. We kunnen natuurlijk naar nog een plek. Daarvoor moeten we even terug. Oh! Als we namelijk deze knop indrukken, dat hebben we al gedaan, kunnen we deze naar beneden doen. En dan kunnen wij hier naar rechts. Daar zijn we ook nog niet geweest. Ja, kijk. Kamer 2. Oké. Oh, wacht. Ik weet het al. We krijgen de haak op het moment dat we deze guy gewoon vaak genoeg hebben verslagen. Kunnen trouwens ook zijn slag heel makkelijk blokken. Maar oké, dan kunnen we hem niet raken. Dus we moeten hem echt laten missen. Dan. Waarom lukt het niet? Ja, nu lukt het opeens wel. Oké, I don't know. Net ging het veel makkelijker. Maar we gaan hem nog een keer bieten, jongen. Kom dan. Sla dan. Auw, niet raak slaan. Misslaan, vriend. Het gaat nu wat moeizamer. Kom niet echt goed naast hem of zo. Pak hem. Ja, kijk. Dit was een mooie. Tweede bommetje op je bakkes. Boom. Nog één keer. Auw. Ik ben ongeduldig vandaag. Maar dat maakt niet uit, want dit is de derde bom op zijn bakkes. Boom. Nice. Hij is er weer vandoor. Doei! Dan moeten we nu dus naar kamer 3 en dan daarna naar kamer 4. Dan moeten we hem nog 2 keer verslaan. Op zich is dit wel logisch. Volgens mij kamer 3 was hierboven toch ergens. Moeten we hier naartoe? Was dit kamer 3? Ja, kijk, dit is kamer 3. Ik moet wel een beetje voorzichtig gaan doen. Want die guy die gaat wel los. Zeker voor het onzekere nemen, Rick. Chill. Ja, en slaan. Jammer. Oké, maakt niet uit. Gewoon nog een keer proberen. Ja, nu heb je hem. Nu heb je hem. Heel goed. Lekker getimed, Rick. Lekker bezig. Boom. Ja. Dit gaat goed. 2 achter elkaar. Kunnen we 3 achter elkaar? Nee, we kunnen niet 3 achter elkaar. Maar maakt niet uit. We fixen dit. Geen probleem. Hoppa. Lekker hoor. Hij kan me niet verslaan. Hij is er vandoor. Later, vriend. Mazzel. Ik kan wel even deze hartjes hier oppakken. Oh. Rustig. Ja, dit ging goed. Dit ging echt top. Nu moeten we dus even naar de kamertje 1. Of tenminste, niet kamertje 1. Kamertje 4. Maar dat was helemaal aan het begin van de kasteel. Zo. Oké. Ik was weer vergeten dat het deze kamer was, hè. Maar nu ging het beter. Go. Lekker, Linkie. Volgens mij moeten we hier naar links. Nee, dit was kamer 1. Was kamer 4 dan hier? Was dat hier naar beneden? Nee, hier ben ik nog niet geweest. Nou, maakt op zich niet uit. We kunnen dit ook wel proberen. Even kijken wat hier is. Misschien is hier ook wel iets wat we nodig hebben. Nee, dit is richting de baas. Hier hebben we namelijk ook de haak voor nodig. Verdurdy. Ik ga verdwalen in dit kasteel, man. Oké, waar was de ingang van de dungeon? Oh, we konden hier nog naar beneden, joh. Jongen. We gingen wel goed. Zie je, we gingen wel goed, man. Freaking hondje. Die hondjes die zijn zo chill, zo rustig. Ze doen bijna niks. Maar toch word je zo vaak geraakt, die hondjes. Hier was het, denk ik. Ja, kamertje 4 was hier. Oké. Kom maar op met die haak, jongen. Met die hookshot. Oh. Je hebt opeens nu extra moves gekregen of zo. Je hebt opeens moves like Jagger, jij gekke man. Gaat opeens springen en zo. Bouncy Bubble ga je op mijn bakkes doen. Voor degene die Pokémon Let's Go Eevee hebben gecheckt. Jullie weten, Bouncy Bubble was echt nice.
Maar goed, we hebben het nu niet over Bouncy Bubble. We hebben het nu over het verslaan van deze freaking skelet. Die een beetje stoer begon te doen. Maar die ik nog één keer moet raken volgens mij. En dan is het gewoon klaar met deze guy. Kom op, nog één keer. Op je... Nee, nog niet. Eén keer nog. Nu? Nee, nog steeds niet. Eén keer nog. Nu? Ja, kijk, dit gaat hem worden. Tenzij hij superpowers heeft. Tenzij hij opeens Superman is geworden. Dit was het. Dit was het. En daar is hij. Eindelijk. Het wapen wat we altijd wilden hebben. Het item wat we altijd wilden hebben. De hookshot. Yeah! Beam! Beam! Nu kunnen we eindelijk overal naartoe in deze tempel, jongens. Oké, hier hoeven we hem nog niet te gebruiken. Alleen moeten jullie... Ga nou eens uit de weg, man. Ik wil er gewoon langs. Ik wil jullie geen eens vermoorden. Ik wil er gewoon langs. Oké, sowieso was hier al een kistje. Die we kunnen pakken met de hookshot. Verkeerde knoppie. Lekker hoor. Wat zit hierin? Een roepie. 100 roepies maar liefst. Gaan we even kijken waar nog allemaal schatten zitten. Oké, we moeten naar boven, naar links. En dan door, dan hebben we daar een schat zitten. Daar hebben we een aantal kamertjes waar we nu wel naartoe kunnen, waar we eerst niet naartoe konden. Dus dat is hier. En dan, yeah, kijk. Dan pakken we dit zo. Hoppa. Gaan we hier naartoe. Kijk, kijk. Hookshot, jongen. Oh, hookshot is zo fijn. Zo fijn. We kunnen nu overal naartoe. Ah, sleuteltje. Ik pak nog meer pijlen, want ja, ik heb toch nog een pijl en boog, maar maakt niet uit. Anders gooi je even een potje op zijn bakken. Dus dat ken ik ook. En terug. Mop, lekker. Dan gaan we nu hier naartoe, want volgens mij kunnen we deze pakken. Ja, kijk, dan bouwen we een bruggetje. Nice. Kunnen we nu ook hier? Daar zijn we ook nog niet geweest. Opeens is daar een fairy. Die kunnen we in het potje doen. Dat was even handig. Die vloog daar gewoon zomaar random opeens. Kunnen we nu hierin? Oh, oké. Mid-boss. Hier hebben we sowieso de haak voor nodig. Sowieso. Sowieso. Open je ogen maar. Hoppa. Dan kunnen we hem nu slaan. Yeah. Oh, oké. Hij gaat hem opeens grabben of zo. Man. Hij doet opeens een worstel move of zo. What the heck, joh. Opeens grabben. Bam. Die achterste is niet zo moeilijk. Die hebben we al bijna dood, denk ik. Nu die voorste nog. Gaat hij grabben? Ja, zie je? Die gaat weer grabben, man. Niet grabben. Hoppa. Misschien is het makkelijkst als we eerst die achterste gewoon fixen. Is het nou nog niet klaar? Hoeveel klap heb je nodig, joh? Oh, wedden dat dit makkelijker zou zijn met de pijl en boog. Ik denk het wel. Ik denk dat als we hier de pijl en boog voor hadden, dat het echt een stuk makkelijker zou gaan. Dan kon er gewoon een pijl in zijn oog schieten. Ze zitten nu steeds net voor elkaar. Echt heel irritant. Zie je? Die timing komt nu net niet uit. Hier, dan zit hij er weer voor. Ja, kijk. Nu heb ik hem eindelijk weer een keer gepakt. Hoppa, die is weg. Eentje. Die gaat grabben nu. Ja, ga maar niet meer grabben, vriend. Ik heb je door. Kijk, nu ga je niet grabben. Alleen, ik word wel echt keihard geraakt door zijn vuurbal. Kijken of we dat nog anders kunnen doen. Vuurbal en dan teruglopen. Nee, dit gaat bijna niet. Gaat echt bijna niet. Nu gaat hij grabben. Ziet het aan de animatie die hij doet. Dan doet hij zijn ogen niet half open. Als hij zeg maar mij wil aanvallen, dan doet hij zijn oogje half open. Ja, ik word elke keer geraakt. Ik weet niet zo goed hoe ik dat anders kan doen. Maar het is klaar. Het is klaar met de freaking Krabbies. Deze pak ik gewoon op. Pak haar, pak het. Ja, goed zo. Let's pak das. Hiermee kunnen we warpen naar het begin van het kasteel. Maar dat hebben we niet nodig volgens mij. Want we willen juist door. Dus laten we hier naartoe gaan. Kijk, nu kunnen we ook deze pakken. Zo, hoppa. Kunnen we die Goomba ook slopen? Nee, we kunnen hem niet slopen met mijn hookshot. Maar we kunnen hem wel paralyzen met mijn hookshot. Hé, waar komen we nu terecht? Ah, dit is volgens mij de kamer richting de eindbaas. Ja, yep, daar kan je dus op verschillende manieren naartoe. Aber wir haben noch keinen Schlüssel. Helaas, we hebben nog geen sleutel. Ik weet echt niet waarom ik zo random vaak Duits praat. Slaat helemaal nergens op. Waar moeten we nog allemaal naartoe? Hier zijn nog allemaal kistjes. Dus we gaan maar gewoon die kant op. Beetje naar rechts, beetje naar boven. Dan komen we er vanzelf al, denk ik. Laat die enemies lekker zitten. Die doen toch alleen maar lastig. Doei. Hier hebben we hem natuurlijk al verslagen. Die megaskelet. Ik weet nou niet of ik nou de bedoeling was dat ik hier inging. Of dat dit ook een weg naar de eindbaas was. Moeten we in ieder geval hier naar boven. Dus we moeten even hier naar links en dan terug en dan kunnen we naar boven. Want daar liggen nog allemaal schatten. Bijvoorbeeld hier. Oké, daar kunnen we nu heel makkelijk naartoe. Zo, met hookshot. Lekker. Dit is gewoon een roepie. Ongetwijfeld ligt hier ergens ook nog een sleuteltje. En als we dan dat sleuteltje hebben, dan kunnen we echt richting de eindbaas, denk ik. Nog een roepie. We moeten nog één normale sleutel en één masterkey. Dus ja, de masterkey zit of hier rechts, of hier zit dan de kleine sleutel in. Eén van de twee. Wat is het? Het is de kleine sleutel. Moet ik alleen even kijken hoe ik in deze kamer kwam. Het zou heel goed kunnen dat het dan via dit trappetje was. Het zou heel goed kunnen dat het dan via dit trappetje was, daar waar we net waren. En als dat hem niet is, dan gaan we gewoon snel op zoek naar hoe we daar wel komen. Oh, so many enemies hier. Even wat minder hoor. Doei. Dit was volgens mij ook naar de eindbaas. Maar ik ga het toch gewoon even proberen. Hey, volgens mij komen we nu ook uit in de kamer richting de eindbaas. Kijk maar, dit was inderdaad die lange gang. Dan hadden we hier die sleutel. Ja,
kunnen we nu dus niet komen. Alhoewel, kunnen we wel alvast openmaken. Dan denk ik dat we hier naartoe moeten. Nee, nee, hier kwamen we vandaan. Dan kunnen we even de mambo gaan fluiten. Blazen op mijn ocarina. En dan kunnen we naar de entrance warpen. Want dan, ja, dat is een wat kortere weg namelijk. We moeten nu alleen maar een aantal kamers naar links. En dan zou dat hem kunnen zijn. En anders, dan moet ik nog even flink gaan zoeken waar we dan naartoe moeten. Nee, dit is hem ook niet. Of wel? Ah, ik ben volledig confused. Ik ben helemaal de weg kwijt. Nee, dit is hem ook niet. Dit is hem niet. Deze trap is het niet. Deze trap is het ook niet. Deze trap hebben we ook gehad. Ja, dan moet het wel deze trap zijn, maar volgens mij was dat hem helemaal niet. Gaan we toch weer warpen naar het begin? Dan kunnen we warpen naar het midden van het kasteel, daar waar die trap is. Ik ben benieuwd, want volgens mij was het deze ook niet namelijk. Nee, dit was hem ook niet. Hè? Was het dan deze? Ik ben zo in de war. Ik heb het gevoel dat ik ze allemaal nu al 3 keer heb gehad en dat geen één de oplossing is. Maar waarschijnlijk heb ik er toch gewoon eentje over het hoofd gezien. 3 kamers naar boven nu. En dan het trappetje aan de rechterkant. Die gaan we nu proberen. Ik kan wel even kijken wat die uil te zeggen heeft. Misschien heeft de uil nog een nuttige tip. Nee, dat ging over die bommen, over die skelet. Is dit hem dan? Toch? Nee. Oh, wacht, ik weet het al. Ik weet het al. Ik weet weer wat de oplossing was. De oplossing is om te gaan zwemmen. We moesten naar deze kamer. Hier konden we natuurlijk gaan duiken. Ja, ja, nu weet ik hem weer. Potjan dikkie, man. Ik was echt helemaal vergeten, joh. Ik denk al, er zijn toch geen trappetjes meer over? Maar dat hoeft ook helemaal niet, want we moesten gaan zwemmen. Volgens mij was het gewoon letterlijk hierboven. En dan moesten we inderdaad hier gaan duiken. En ja, dit was de oplossing. Dit was hem. Moesten we hier naartoe, naar de linkerkant. Moesten we hier het trappetje op. En daar was die kamer. Oh, man. Wauw. Oké, dan. En hier zit dan de master key in. Jemig. En ik maar zoeken naar trappetjes op die map. Potverdikkie, man. Oké, let's go. We gaan nu naar de baas. Dan gaan we die baas even verslaan. Nou, ik weet in ieder geval wel hoe ik daar nu moet komen. Dit ging redelijk snel. Master key erin. Bam. En de volgende baas is een feit. Wat is dit voor baas? So, you are the outsider. Come to wake the windfish. Kihihi, I shall eat you. Oké. Deze baas heeft honger, jongens. Wat is dit? Oké, dit is een staart. Oh, dat is een staart en daar is zijn hoofd. Oké, let's go. Kom maar op. Slime eel. Oh, dit is een aal. Oké, een aal met een soort van knots aan zijn staart. We kunnen hier gewoon denk ik overheen springen. Dan kunnen we deze trekken. En dan gaan we gewoon. Pak hem. Lekker. Oké, dit ging echt super goed voor mijn gevoel. We kunnen ook gewoon aan de buitenkant staan. Dan kan die staart ons gewoon niet raken. Moet ik dat alleen wel even doen. Kom maar, Hofie. Ja, kom maar. Oh, nee. Hij gaat aanvallen. Wat? Hij is helemaal gek geworden. Oh, we kunnen. Oh, wat? Oké. Hij was in één keer helemaal para. Waar ga je nu? Ja, ik ga niet weer naar die kant lopen hoor. Dan word ik geraakt door je staart. Daar heb ik geen zin. Kom even aan deze kant, vriend. Nu gaat hij weer gek doen. Oh, niet? Oh, als ik hem dus niet raak, dan komt hij niet. Kom maar even met je mooie hoofdje aan deze kant. Ja, ik heb hem. Klap hem. 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. You don't seem to know what kind of island this is. Je weet niet wat voor eiland dit is. Wat een fool, wat een stombo ben je. Ik moet toch gewoon de bazen bieten. Hoezo ben ik stombo als ik jou bied? Hier hebben we een hartcontainer. Bam. Is dat de eerste van het onderste rijtje? Yes, het is de eerste hartje in het onderste rijtje. We hebben de helft van de hartjes gevonden. En we hebben hier weer een nieuw instrumentje. En hoe heet zo'n ding ook alweer? Ja, ze noemen het hier een wind marimba. Ik vind het helemaal mooi. De wind marimba, de 5e dungeon, is gefixt. Hoppakee, instrumentje erbij. Let's pak das instrumentje. We moeten nu naar de shrine. Ja, oké, shrine, duidelijk. The island secret in the shrine. Dit is de meest onduidelijke hint die ik tot nu toe heb gehad. Maar we weten wel dat we naar het noorden moeten. Want dat heeft Hoothoothoo ons al verteld. En dat doen we natuurlijk in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo video's. En wil je me ook live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!